Motorfietsen op een grasveld, maar ditmaal niet voor een motocross. Een speciaal aangebrachte beugel moet verhinderen dat er een bal tussen motorblok en voorwiel komt. Het gaat dus om een balspel. Motobal om precies te zijn. En de enige club die in Nederland deze sport beoefent, MTCD uit Dordrecht, is helemaal naar Blijham in Groningen gereden om er te spelen tegen een Duitse club uit Leverkusen. Dit motobal wordt op een normaal voetbalveld gespeeld door aan elke kant 4 gemotoriseerde spelers die geregeld tegen de vlakte gaan. En 1 doelman zonder motor. Wie succes wil hebben moet in ieder geval niet pingelen. Je kunt wel met z'n allen naar voren gaan, want op de motor ben je zo weer terug op je eigen helft. De Nederlandse doelman werd bij een vrije schop van de Duitsers door zijn eigen motormuurtje sterk gehinderd. En dat betekende een goal voor Leverkusen, dat vooral in de eerste speeltijd sterk aanvallend speelde. Maar keeper Meijers weerde zich als een leeuw. Het Nederlands publiek kan de Dordtenaren niet vaak aan het werk zien. En dat is jammer, want alleen de keeper is dat al waard. Dordrecht won de wedstrijd uiteindelijk met 6-5. En de vreugde daarover liet men duidelijk blijken. Straks gaat MTCD naar de wereldkampioenschappen in Rusland.